Ja, ik weet precies wat jullie mij gaan schrijven. Ja, lekker belangrijk. En wat kan mij het schelen, dit is hier maar geen moer. En toch moeten we het even hebben over het geval van die Joost Klein. Kranten staan er mij vol, overal op televisie. En ik heb daar ook zo mijn ideeën over, vrienden, over dat hele Joost Klein gebeuren. Want nu zegt de AVRO, omdat het Openbaar Ministerie in Zweden heeft gezegd van nou, we gaan het verder niet vervolgen. We hebben niet genoeg bewijs. Nu zegt die AVRO, die zegt van ja, zie je wel. We hebben het altijd wel geweten. Ah, Joost is onschuldig. En Joost Klein zelf ook natuurlijk voorop. Toet, toet, toet. Zie je wel. Ik heb het altijd geweten. Ik ben onschuldig. Maar zo zit het natuurlijk niet, vrienden. Nee. Dat is helemaal... Je moet het vergelijken met dat jullie of ik ons ontzettend misdragen in een restaurant. Ja. Je maakt daar lawaai en je gaat mensen uitschelden en noem het maar op. En wat gebeurt er? Dan word je dat restaurant uitgeflikkerd. Dan zeggen ze, wegwijs hier. En dan roepen ze achter je aan en nooit meer terugkomen. En dat is hem. Daarmee kom je dus niet voor een rechtbank. Nee, als je zoiets doet. En dat is precies hetzelfde hier met die Joost Klein. Die heeft zich gewoon ontzettend misdragen ten opzichte van die cameravrouw. En het is ook daarom dat die EBU, die Eurovisie Boys, die houden eraan vast, die zeggen nee, die disqualificatie die was volkomen correct. Ja, en die cameravrouw, ja, let even op, die gaat waarschijnlijk hoger beroep aantekenen tegen het besluit van het Openbaar Ministerie daar in Zweden. Dus die legt zich er niet bij neer. Dus daar is van alles gebeurd. En hij heeft zich, en dat is duidelijk, misdragen. Ja. En dat is niet professioneel, vrienden. Want als je nou dat Songfestival even vergelijkt bijvoorbeeld met voetballers. Ja. Want die Joost Klein die wilde niet dat hij dan achter de schermen gefilmd werd. Wat is dat voor flauwekul? Dat hele gebeuren gaat over zingen en tv en noem het maar op. Je moet het zien met voetballers. Voetballers die op het veld, in de gangen van het stadion, op alle plekken staan camera's en lopen cameramensen. Wat denk je dat een van die voetballers een vinger uitsteekt naar een van die cameramensen? Nee, natuurlijk niet. Die snappen dat overal camera's, dat onderdeel is van hun werk. Ja, maar dat heeft deze Joost Klein nog helemaal niet begrepen. En dan hebben we nog iets anders. Dat nu die AVRO-tros, die willen dus dan in gesprek met die EBU. Ja, want er moeten allemaal voorwaarden moeten er komen voor de veiligheid van de deelnemers. En dan willen ze ook nog even kijken, AVRO-tros, of Nederland wel mee gaat doen aan het Songfestival. Haha, is hij goed? Ja, hij is goed. Ja. Alsof er maar één iemand van die EBU maar een halve seconde wakker ligt van het feit of Nederland meedoet aan het Songfestival. Weet je wat dat is? Dat is Andorra. Die belt met de UEFA. We doen niet meer mee aan de EK. Oh, zegt de UEFA. Oh, god. Ja, die. Vrienden. Eén ding is wel zeker. Ja, rond die hele affaire van die Joost Klein zijn wel heel veel misverstanden.